Helemaal leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie. En het is eigenlijk super laat. Want het is eigenlijk een soort van mijn zomervakantie shoplog. Maar ja, het was er niet van gekomen. En nu dacht ik, de meeste mensen vinden shoplogs toch leuk. Dus laat ik hem maar gewoon alsnog doen. Ik heb dus dingen die ik heb gekocht op reis tijdens Interrail. Ik heb dingen die binnen waren gekomen. En het is eigenlijk voornamelijk een beetje buitenland shoplog. Want ik heb dus dingen in de DM gekocht. Ik heb dingen in de Sephora gekocht. En ik heb Colourpop besteld. Dus ja, het is een soort van internationale shoplog. En ik hoop jullie dat heel erg leuk gaan vinden. Ik ga beginnen bij de Sephora dingetjes. Want dat is meestal, in ieder geval, dat vind ik altijd het leukst om te zien. Allereerst heb ik twee producten gekocht van Too Faced. Ik heb allereerst de Born This Way Foundation. Deze is in de kleur Porcelain. Of Porcelain, ja, yeah, whatever. Dit is een medium to full coverage foundation. Ik heb hem zelf best wel veel gebruikt nu. En ik vind het inderdaad een beetje medium. Dat komt ook omdat ik hem aanbreng met een beauty blender. En dan wordt je coverage altijd iets minder hoog. Dan dat als je het met een kwast aanbrengt. Dus daarom is het bij mij gewoon een medium. Ik vind hem super fijn. De kleur matcht heel erg goed. Ja, gewoon altijd als ik hem op heb vind ik dat mijn foundation heel erg mooi zit. Dus dat is heel erg fijn. En ja, hij was heel erg duur. Maar het wel waard. Ik weet niet meer precies wat de prijzen waren. Omdat het was in kronen. In deze kronen. Maar ik zal het opzoeken en in de beschrijving zetten. Dan heb ik ook de Hangover X Foundation. Ook van Too Faced. En dit is een foundation die ik heb gekocht door Kathleen Lights. Zij heeft hem heel vaak aangeraden in haar video's. Vooral voor mensen met droge huid. Ik heb een beetje normaal tot droge huid. En zeker richting de winter wordt het bij mij altijd een stuk droger. Dus daarom leek het me handig om deze alvast in huis te hebben. Wat ik de laatste tijd vaak heb gedaan is dat ik mijn Nivea Aftershave Balm aanbracht over mijn gehele gezicht. En dan op plekjes waar ik vaak droog ben. Zo, bij mij is dat vooral rond mijn ogen. Deed ik daar nog wat extra's van deze. Omdat daar gaat het vaak een beetje schilferen. Of dan laat mijn concealer sneller los met alleen de Nivea Aftershave Balm. En nu ik deze gebruik, gebeurt dat minder. Maar alsnog, ik vind het een beetje lastig om een primer echt te testen. Dus ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind. Maar tot nu toe bevalt hij me op zich goed. Dan heb ik ook nog twee paletten gekregen. En ik zeg gekregen omdat ik ze niet zelf heb gekocht. Ik heb ze er wel zelf voor betaald. Maar mijn nichtje heeft ze meegenomen uit Amerika. Want die was daar op vakantie. En deze kan je niet in Nederland krijgen. In ieder geval deze wel via sites. Maar dat is allemaal een stuk duurder. Dus ja. Mijn nichtje die ze voor mij heeft meegenomen heet Iris. En die heeft zelf ook een YouTube kanaal. Die link ik even in de beschrijving. Ik zou het heel erg lief vinden als je daar even op gaat kijken en abonneren. Want ja, ze is een hele leuke YouTubester. En ik wil haar heel erg bedanken voor deze paletjes. Allereerst heb ik de Modern Renaissance palet van Anastasia Beverly Hills. Deze is heel erg lekker, voelt hij aan, want hij heeft suède. En als je hem open doet, heeft hij prachtige kleurtjes. Ik neem aan dat de meeste van jullie hem wel vaker hebben gezien bij andere YouTubers bijvoorbeeld. Want het is een ontzettend populair palet. Hij heeft hele warme kleuren. Ook echt rood en roze kleurtjes. En ook warme bruine tinten. Nou, daar hou ik gewoon enorm van. Ik draag bijna elke dag of een bruine warme smoky eye. Of een beetje een rood paars getinte smoky eye. Combinatie daarvan. Dus dit palet, dat schreeuwde mijn naam. En ik wilde hem gewoon super graag hebben. En sinds ik hem heb, ben ik er ook heel erg blij mee. Het was wel afgelopen september heel erg warm. Dus toen vond ik het af en toe een beetje te heftig. Of nou ja, te warm voor deze herfstige kleurtjes of zo. Dus ik kijk uit naar dat het nu echt een seizoen wordt waar ik hem veel kan gaan gebruiken. Dan heb ik ook dit palet van Tarte. Dit is de Tartlet in de Bloom palet. En ik vind hem super mooi. Hij heeft gewoon kleurtjes die ik allemaal veel gebruik. Veel natuurlijke kleuren. Veel mat ook. Er zitten drie glimmende kleurtjes in. Dat zijn deze, deze en deze. En dat zijn ook de soort kleurtjes die ik graag wel met glim wil. Een beetje wat lichtere kleurtjes die je op de binnenkant van je oog kan doen. En de rest wat donkere kleurtjes die je mooi in je crease kan aanbrengen. Die zijn mat. En dat is echt de perfecte verdeling volgens mij. Dus ja, ik ben hier heel erg blij mee. En ik heb hem al een paar keer gebruikt. En de pigmentatie is ook echt top. Dan heb ik nog iets. En dat heb ik in Kopenhagen gezien. Maar ik heb hem in Nederland gekocht. Francis wees me op dit kleurtje op Interrail. Toen we hem zagen in een winkeltje in Kopenhagen. Want zij vond dit zo'n mooie lichtblauwe kleur. En toen dacht ik, ja, het was ongeveer wel uitgerekend dat het even duur was in Nederland als in Kopenhagen. Dus toen dacht ik, ja, als ik hem dan nog steeds wil, dan koop ik hem wel gewoon in Nederland. En dat is wat ik uiteindelijk heb gedaan. Ik heb hem bij de Douglas gekocht. Dat was wel heel erg duur, iets van 15 euro of zo. Maar ik vind het echt zo'n mooie kleur. Zo zomers en vrolijk. En dat prachtig babyblauwe. Ik ben helemaal fan. Dus ik heb hem de afgelopen tijd ook veel gedragen. En hij blijft ook mooi zitten en brengt fijn aan. Dan heb ik nog een nagellakje, maar deze heb ik gekocht in Berlijn. Dit is een nagellakje van Essie. Ik had al best wat nagellakjes van dit merk en ik vond hem heel erg fijn werken. In ieder geval de formule van Essie vond ik heel erg fijn. Ik wilde nog graag een lichte kleur. Ik had al wel blank, maar ik vond dat hele felle wit soms iets
te wit. Dus toen had ik deze gevonden. Dit is eigenlijk een beetje een licht roze. Ik heb hem nu ook op mijn vingers. En ja, ik vind deze gewoon echt super chill. Als ik zin heb in even net iets... Ja, in net iets neutraals. Maar toch iets meer dan alleen maar wit. Dus ik gebruik deze echt super veel. En het is denk ik, ja, ook al mijn favoriete kleurtje van Essie die ik heb. Toen ik in de DM was, waar ik dus ook die nagellak heb gekocht, heb ik nog even wat meer ingeslagen. Want het merk Maybelline is een stuk goedkoper in Duitsland dan in Nederland. Dus mensen die aan de grens wonen, ik ben jaloers. Want ik gebruik zelf best wel veel gezichtsproducten van Maybelline, foundations en zo. Dus die heb ik daar even ingeslagen. Ik heb van Fit Me heb ik 2 foundations gekocht. Want ik dacht dat je deze niet had in Nederland. Wat blijkt nu, dat ik zag ze toevallig vanmiddag. Ik heb deze in juli gekocht. En het is nu september. En ik heb ze nu in de kruidvat gezien. Allebei de soorten. Terwijl in juli hadden ze ze nog niet. Maar ja. Het is dus de Fit Me met een poreless. Dus dat is eigenlijk meer voor normaal tot vettige huid. En de Fit Me Luminous Smooth. En die is eigenlijk van normaal tot droge huid. Dus dit is eigenlijk logischer voor mijn huidtype. Want ik ben normaal tot droog. Maar ik wil ook deze proberen. Omdat ik heb voor een hele vettige kin. En toen dacht ik, als ik dan gewoon een beetje van deze op mijn kin doe. En een beetje van deze op de rest van mijn gezicht. Dan wordt het misschien wel een hele mooie balans. Ik had namelijk veel YouTubers gehoord over dat het combineren van deze twee goed werkt. En wat wel fijn is dat ik ze in Berlijn heb gekocht. Is dat ze in Duitsland een grotere kleurenrange hebben. Dus ik heb van allebei de kleur 105 gekocht. Terwijl in Nederland was de laagste kleur 115. Maar ik zag dus vandaag in de winkel dat er ook 110 was. Misschien in kruidvat bij jullie in de buurt wel 105. Laat me dat alsjeblieft weten. Want wat ik tot nu toe heb gezien was alleen 110 de lichtste kleur. Ik heb ook een nieuwe Instant Age Rewind concealer gekocht van Maybelline toen ik in Berlijn was. Want die hebben ze niet in Nederland. Dus ik wilde graag een nieuwe en die heb ik daar gekocht. Nog een product van Maybelline wat ik opnieuw wilde kopen. Al een tijdje, maar ik vond het een beetje duur en ik had nog vrij veel mascara's. En nu heb ik toch een nieuwe gekocht omdat het in Berlijn een stuk goedkoper was dan in Nederland. En dat is de Less Sensational mascara van Maybelline. Dat is gewoon mijn all-time favorite mascara. En ja, nu die zo goedkoop was, kon ik hem niet laten liggen. Dan had ik ook nog wat dingen op Colourpop besteld. En die waren binnengekomen toen ik terugkwam van vakantie. Allereerst deze highlighter. Dit is Stole the Show. Het is een best wel witte, gelige highlighter. Maar het heeft wel echt een hele mooie glans. Dus ja, ik weet niet. Ik heb hem nog niet heel veel gebruikt. Ik vind namelijk, wat ik een beetje nadeel vind van Colourpop, is dat het best moeilijk aanbrengen is. Omdat met een kwast lukt het vaak niet mooi. Maar met je veer kan je niet zo goed blenden. Dus ik moet nog een beetje leren om te gaan met deze producten. Dan heb ik ook nog één lippiestick. Dit is Contempo heet die volgens mij. Dit is best wel een roze kleur. Maar ik vond hem wel echt heel erg mooi. Blijft maar focussen op mijn hoofd. Maar oké. Jullie zien als het goed is de kleur wel. Ik vond het echt een hele mooie kleur. En hij valt wel wat rozer uit dan ik dacht. Maar het is op zich gewoon heel erg chill. En ik vind de lippiestick formula heel erg fijn. Maar het is ook gewoon handig om in je tas te gooien. En dat je gewoon een lipkleurtje bij je hebt. Dus ik heb er ook vaak een van mijn lippiesticks in mijn tas zitten. Gewoon een soort standaard. Omdat ja, het gewoon een beetje een neutraal kleurtje is. Ik heb ook een eyeliner gekocht. Dit is de witte eyeliner in de kleur Exit. Ja, het is gewoon eigenlijk helemaal wit. Je ziet het ook bijna niet als ik het uitdraai. Want hij is net zo wit als de verpakking. Ik vind het fijn om op de waterlijn te gebruiken. En ik had al wel de Milk Jumbo Stick van NYX. Maar die is vrij dik. En die moet je slijpen. En deze kun je gewoon uitrollen. En ja, dat vind ik eigenlijk net zo handig. Voor de rest is de formule volgens mij gewoon prima. Ik had wel ook een andere. Die was vrij droog. Maar dat probleem heb ik bij deze niet gehad. En dan heb ik in dit dingetje. Dit is een laadje uit mijn kastje. Heb ik de Colourpop oogschaduws. Veel hiervan had ik ook al wel. Maar ik heb ook een paar nieuwe gekocht. Het leek me niet... Ja, ik wil niet eigenlijk echt elke apart laten zien. Want sommige lijken ook best op elkaar. Lijkt me een beetje saai. Maar ik zou er een paar uitpikken die favoriet zijn. Die ik dus nieuw heb gekocht. Dit is Dit komt uit een quad. Die heette... Ik mag al die namen Un de Trois Quatre. En dit is dus de eerste. Dit is een beetje een champagne kleur. Die heel erg mooi shined, shimmered, whatever. En dit vind ik een hele mooie kleur om gewoon all over je lid te gebruiken. Of als je een beetje een smoky eye hebt gedaan. Om dit in de binnenkant van je ogen te doen. Ja, ik ben echt helemaal fan van deze kleur. Die zou ik ook nog wel loskopen als die bijvoorbeeld ooit op zou zijn. Dit is Trois uit hetzelfde quad. Ik vond het quad echt super mooi. En dit is echt een hele prachtige donkerrode, beetje roestachtige kleur. Ik vind dit soort kleuren heel erg mooi om in mijn crease te gebruiken. Dus ik ben ook blij dat die mat is. Want ik gebruik eigenlijk alleen maar matte kleuren in mijn crease. Ook dit heb ik een beetje hetzelfde met die
dit highlighter. Ik vind het af en toe wel lastig om met deze oogschaduwtjes te werken. Omdat het eigenlijk het beste aanbrengen met je vinger. Maar ja, ik vind het wel echt een hele mooie kleur. En dan de laatste die ik even wil uitlichten is Sequin. En dit is echt super mooie rose gold kleur. Ik blijf een beetje bewegen zodat je hem ziet glinsteren in het licht. Het is een metallic finish en hij heeft echt, echt een prachtige shine. Maar ook gewoon die kleur, weet je, dat rose gold. Het is soms wel moeilijk om er een goede look mee te maken dat het niet te rode ogerig eruit ziet. Maar ik vind over het algemeen met blauwe ogen, en die heb ik gelukkig, dit er heel erg mooi uitzien. Dus ik ben, hij viel gelukkig niet ver. Ik hoop hier dus een mooie look mee te maken waar, waar mijn ogen goed mee uitkomen. Dan waren dit alle spulletjes die ik afgelopen zomer heb gekocht. Ik weet, sorry, het is een beetje laat. Maar ik wil jullie toch graag nog even laten zien. Ik hoop jullie het leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!